Het bombardement op de Nijmeegse binnenstad wordt deze week herdacht. Maar ook de bom op het Waterkwartier wordt niet vergeten. Deze week staat in Nijmegen het bombardement op de binnenstad uit 1944 centraal. Dit jaar precies 80 jaar geleden. Maar er is nog een bombardement dat ook zeker niet vergeten mag worden. In 1945 is op 18 februari een V1-bom ontploft in het Nijmeegse Waterkwartier. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Vandaag werd dit bombardement herdacht. Die bom heeft de dakrand van het huis van mijn grootouders geraakt. En daardoor is het huis eigenlijk als een kaartenhuis in elkaar gestort. En daarbij is dus mijn opa en de verloofde van een broer van mijn vader overleden. Ik merk dat in deze tijd van oorlog in Oekraïne, maar ook in Gaza en Israël, dat er steeds meer aandacht komt voor het grote persoonlijke leed dat daarbij komt kijken. En we hebben net ook een mevrouw gehoord die uitgebreid heeft verteld over het persoonlijk leven van haar familie. Maar ook hoe haar vader nog eigenlijk zijn hele leven dit verhaal heeft meegedragen. En ik denk dat herdenken is stilstaan bij dat moment, maar ook stilstaan bij hoe de mensen van nu dat eigenlijk door generaties hebben meegekregen. Het bombardement en het verhaal van de familie wordt tot op de dag van vandaag nog doorgegeven aan de nieuwe generatie. Mijn vader heeft het verhaal ook niet alleen aan mij en mijn zusje verteld, maar ook aan mijn kinderen, dus zijn kleinkinderen. En dat verhaal blijft verteld worden binnen de familie. En ik heb zelf 3 lieve kleindochters die verhalen ook horen en die ook beginnen te vragen wat is er gebeurd. Ik vond het heel bijzonder om hier te zijn, juist omdat het verhaal ook zo persoonlijk werd. Het was meer dan alleen een bom en 4 doden. Het ging echt over hoe het impact op families is geweest, nog generaties later ook. Ja, ja, dat verhaal blijft verteld binnen de familie, want het was voor de familie toch wel iets verschrikkelijks. Het is bijna 80 jaar geleden dat de bom insloeg, maar het verhaal blijft relevant om te vertellen. Wij denken dat het ontzettend belangrijk is als stadsbestuur, omdat eigenlijk de laatste generaties die het verhaal nog zelf kunnen vertellen, zijn nu nog onder ons. Maar langzaam wordt het verhaal doorgegeven aan de historici, die het verhaal opnieuw gaan vertellen, maar dan vanuit een historisch perspectief. En ja, en dat in deze tijd van zoveel oorlog in de wereld, ik denk dat dat des te meer oproept om met elkaar bij elkaar te komen en de betekenis van die verhalen, van die verschrikkelijke gebeurtenissen te delen. Het is een stukje geschiedenis van ons. En daar hoef je helemaal niet vreselijk over te doen. Maar het is een stukje geschiedenis. Het weten van wat er met jouw familie is gebeurd. Tweede Kamerlid Lisa Westerveld heeft dit jaar de Vrouw in de Media Award Gelderland gewonnen. Voorgaande jaren was Westerveld ook al genomineerd, maar greep zij naast de award. De jury koos unaniem voor de Nijmeegse politica, omdat zij met haar mediaoptredens de afstand tussen Den Haag en de regio verkleint. De Gelderse prijs betekent ook direct een nominatie voor de Landelijke Award, die in maart wordt uitgereikt. Als je een award wint, of als mensen je alleen al nomineren, dan is dat altijd al een eer. Waarom ik dit ook wel heel bijzonder vind, is omdat media is natuurlijk niet alleen maar een manier om jezelf te profileren. In mijn portefeuille heb ik ook journalisten nodig die iets aankaarten. Omdat je precies de groepen voor wie ik opkom, dat zijn de groepen die al vaak worden ondergesneeuwd in het beleid. Tweede Kamerlid Westerveld probeert op te komen voor een groep mensen die het volgens haar moeilijker hebben. Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of jongeren die in de jeugdzorg zijn beland. Dit zijn volgens haar de mensen die geen stem hebben en die wel horen te hebben, wat voor haar een extra reden was om zich weer verkiesbaar te stellen. En omdat ik echt vond dat er liep nog zoveel. Dus wat ik in ieder geval de komende periode voor elkaar probeer te krijgen, is dat onze initiatiefwet, die zorgt dat jongeren ook na hun 18e nog jeugdzorg kunnen krijgen. En dat een eerdere nota die ik schreef, die gaat over mensen met een beperking en heel veel concrete voorstellen heeft om voor hen het leven wat makkelijker te maken. Nou, ik hoop ook dat we die de komende periode gaan bespreken. Een van de personen die verdacht wordt van betrokkenheid bij het drugslab dat vorige week maandag in Herveld ontplofte, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De andere 7 mensen die werden aangehouden zitten niet meer vast. Zij blijven wel verdachten in de zaak. Het drugslab in een schuur bij een boerderij aan de Merkelhorststraat werd ontdekt na een explosie. 7 van de 8 personen werden aangehouden op het terrein in Herveld. De 8e werd opgepakt na een achtervolging. Hij reed kort na de explosie weg en werd daarbij vlak bij de A12 ter hoogte van Utrecht aangehouden.
Drie supporters van NEC zijn zondag aangehouden bij de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dat bevestigt de politie Amsterdam tegenover Omroep Gelderland. Volgens een woordvoerder zijn er twee aanhoudingen verricht op basis van verstoring van de openbare orde. De derde verdachte is opgepakt voor het beledigen van een ambtenaar in functie. De drie supporters zijn meegenomen naar het politiebureau. De Nijmeegse voetbalclub betreurt de gang van zaken in Amsterdam en dat andere supporters hier hinder van hebben ondervonden. Er gaat een evaluatie plaatsvinden met alle betrokken partijen, aldus de club. Atletiekvereniging AV Wiegen is Nederlands kampioen indoor geworden op de 4x400 meter gemixte estafette. In een uitverkocht sportcomplex Omnisport in Apeldoorn zagen 5000 toeschouwers de Wiegense atleten er een tijd van 3 minuten 51 seconden en 66 honderdste met het goud er vandoor gaan. Na de wedstrijd deelde de kersverse Nederlands kampioenen uit Wiegen handtekeningen uit aan de fans in Apeldoorn. Dan nog even terug naar NEC voor de verloop van de wedstrijd. Na een bijzonder duel tegen Ajax mocht de club toch nog 1 punt meenemen naar de Goffert. Al vroeg in de wedstrijd pakten de Amsterdammers de voorsprong met 1-0. Maar in de tweede helft werd door een eigen doelpunt van Ajax de gelijkmaker gescoord. Verderop in het spel viel de 2-1 en leek het even gedaan voor NEC. Maar in de blessuretijd maakte González nog net de 2-2 dat uiteindelijk de eindstand werd. Het was feest in Bibliotheek de Marienburg in Nijmegen. Zondag vond er de 5e editie van het Kletskoppen Kindertaalfestival plaats. Op het festival leren kinderen van 2 tot en met 12 jaar en hun ouders op een speelse manier hoe taal werkt. Naast allerlei taalspelletjes en experimenten zijn er verschillende voorstellingen en workshops over taal. Nou, het is een dag over taal, een wetenschap waar je alles kan ontdekken over hoe taal in elkaar zit, hoe taal heel erg mooi is en hoe je heel veel plezier kan beleven met taal. Hier staan we op de wetenschapsplein. Hier staan er allerlei spelletjes die ten grondslag iets met de wetenschap, taalwetenschap te maken hebben. En wat heb je allemaal al gedaan? Nou, een spoedcursus Koreaans. Een beetje me te laten leren om Koreaans te spreken en ook een beetje te schrijven. Kort conversatie en een liedje. En ook de medeklinkers en klinkers van de Koreaanse taal. Maar je kunt hier wel zelf zinnetjes maken die een beetje grappig zijn. Omdat er een grappige combinatie van woorden in staat. Zoals bijvoorbeeld mama eet een broodje poep. Nou, de zinnetjes met een broodje poep of een onderbroek, die zijn wel favoriet. Maar ook wel, er zit een pannenkoek ook in. De jongen ligt op de pannenkoek. Nou, dat vinden kinderen ook heel erg grappig. Ja, dit is een tafel die stelt dus het brein voor. En dan gaan we allemaal verbindingjes maken door het gooien van de dobbelsteen. Dus ze gooien eerst een dier en dan gooien ze of welke kleur heeft het dier, welke huid heeft het dier of waar woont het dier. En dan gaan we allemaal verbindingjes maken. En dat stelt dan ook het brein voor. Hoe meer verbindingjes, hoe sterker dan de connectie eigenlijk ook in je brein is. Het is een spel om zelf woorden te maken. Door een stukje te pakken waar al een morfeem op staat en dan met letters er een nieuw woord van te maken. Ik vind woordiseren wel een hele mooie, dus nieuwe woorden maken. Het gaat, als men aan taal denkt, denk je vaak aan het Nederlands. Natuurlijk heel erg belangrijk. Maar er zijn heel veel meer talen aanwezig in onze samenleving. En vaak krijgen ze geen plek. De bibliotheek doet het heel erg goed. Die hebben anderstalige boeken. Ze doen ook heel veel dingen met meertaligheid. Nou heet het hier Welke talen spreek je? Welke talen spreek jij? Arabisch. Arabisch en Nederlands, want je verstaat mij. Ja. Ja, ja. En wat moet je hier doen bij dit tafeltje? Ik moet een paar vragen maken en er staan meestal tekstjes bij en ik moet ze dan proberen te vertalen naar het Nederlands een beetje. Yeah, so here we have something called the photo hook here. So children can come here with their parents or teachers and pick the languages that they speak from our table of props, and then they get a nice picture that they can take home after a day of language fun. Yeah, so they hold them, they can have a nice pose and take a photo with their family, and we give it to them so they can take it home. Dan nog enkele berichten die we vonden op de sociale media. Naar aanleiding van de explosie aan een Willemsweg in Nijmegen van afgelopen zaterdagochtend om 17:15 is de politie op zoek naar een aantal specifieke getuigen. Het gaat om de inzittenden van een wit taxibusje dat over de Willemsweg naar de Graafseweg reed, rond de tijd van de explosie. Op camerabeelden is even later ook een fietser te zien in geel-oranje regenkleding die vanaf de Graafseweg in tegengestelde richting fietste.
Ook eventuele andere getuigen of mensen met informatie worden gevraagd zich te melden. Nog een bericht van de Nijmeegse politie. Ze zoeken namelijk ook getuigen en het slachtoffer van een bedreiging met een mes. Deze bedreiging zou hebben plaatsgevonden op het treinstation Nijmegen rond 10:30 afgelopen zondagochtend. Ter plaatse werd een 59-jarige man uit Nijmegen door de politie aangehouden. Er is niemand gewond geraakt. De politie wil graag in contact komen met het slachtoffer of mensen die hem kennen. Ook eventuele getuigen worden gevraagd zich te melden. En het account Stevenskerktuinen laat nog eens weten dat er deze week projecties op de kerktoren te zien zullen zijn, in het kader van lichtherinneringen. Kunstenaars hebben lichtkunst ontworpen met een herinnering aan het bombardement op Nijmegen, dat deze week 80 jaar geleden is. Je kunt een route lopen door de stad en zo op diverse gebouwen zien wat er gebeurde tijdens het bombardement van 1944. De projecties zijn van woensdag tot en met zondag elke avond vanaf 7:30 te zien. We krijgen deze week opnieuw met de nodige regen te maken, maar voor nu wordt dat ons nog even bespaard. Op enkel bijtje na was het vandaag droog en ook morgen zal er niets vallen. De dinsdag verloopt droog, heel misschien prikt de zon er even door en het wordt zo'n 11 graden. Vanaf woensdag trekt de wind flink aan en gaat het vaker regenen. Woensdag zal dat pas in de loop van de middag gebeuren, waardoor de ochtend nog droog verloopt. Donderdag is de regen meer buiig en daar kunnen stevige exemplaren tussen zitten. De temperatuur gaat iets omhoog naar 13 graden. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van maandag 19 februari. Kijk voor het laatste nieuws op onze website rn7.nl. Daar lees je nu ook een uitgebreid artikel met ooggetuigenverhalen van een bombardement op Nijmegen. We zijn morgen weer terug, dus graag tot dan.